Dag beste kijker, welkom op alweer een nieuwe natuurvideo. Dit keer richten we onze camera op het nest van een pimpelmees en het is ongelooflijk hoeveel keer die kleine beestjes per uur weg en weer vliegen om de hongerige jongen, zo'n 8 tot 12 stuks in een gemiddeld nest, te gaan voederen. Het is ongeveer per 2 minuten dat ze af en aan komen gevlogen en als je dan telt dat ze gemiddeld 1 tot 3 rupsen per keer hebben gevangen, dan kun je al gauw gaan uitrekenen hoeveel rupsen er opgeruimd worden. Het gaat daarbij gemiddeld om een stuk of 60 rupsen per uur die weggeplukt worden. En dat is echt wel in je eigen tuin, want veel verder dan in een straal van 50 tot 100 meter gaan die beestjes echt niet vliegen. Maar een paar pimpelmees die getroosten zich dus echt, kosten nog moeite om de hongerige jongen gevoed te krijgen. Als je goed kijkt, zul je trouwens zien dat ze ook bij het buitenvliegen van de nest telkens wel iets mee hebben, want het zijn ook hele propere beestjes. Telkens na het voederen gaan de jongen zich ontlasten in het nest en die ontlasting die zit in een klein vliesje wat door een van de ouders direct meegenomen wordt en dat laten ze dan vallen een heel stuk verder van het nest. Dat is enerzijds om het nest proper te houden natuurlijk, maar anderzijds ook wel om eventuele roofdieren op een vals spoor te gaan zetten. Zoek je dus een of andere bestrijder van de rupsen in je tuin, ga je dan niet chemisch gaan zoeken, maar hang gewoon nestkastjes op en laat deze vlijtige beestjes hun werk doen. Alvast bedankt voor het kijken, geniet ervan en vergeet zeker niet te abonneren en ook niet op het belletje te duwen, dan krijg je telkens een melding van zodra er een nieuwe video online komt.